Hi allemaal, we hebben weer een leuke beauty video voor jullie. We gaan namelijk in deze video echt een hele hoop lipsticks testen en live swatchen. Estée Lauder heeft namelijk een hele nieuwe lipcollectie en deze gaan we dus testen. En blijf ook vooral tot het einde van deze video kijken, want we hebben ook een te gekke winactie voor jullie. In deze collectie zitten echt een hele hoop kleurtjes voor ieder wat wils. Namelijk nude kleuren en roze tinten en rode tinten en een beetje oranje koraal tinten. En ook nog hele diepe donkere kleuren. We hebben al een beetje kennis kunnen maken met deze kleurtjes. Want we zijn ook laatst naar de Pure Love Make-up Studio bus geweest. En die stond in verschillende steden, waaronder ook op Vredenburg en Utrecht. Dat is natuurlijk onze hometown, dus daar konden we eventjes gaan kijken. Even spelen al een beetje, uitproberen om te zien hoe ze eruit zagen. Met deze kleuren kan je mixen en matchen namelijk, een beetje remixen. Want als je bijvoorbeeld twee mooie kleurtjes neemt, die kan je dan blenden tot een hele andere look. Dus dat is wel echt heel erg cool. Ja, en dat is ook wat we jullie in deze video gaan laten zien. Dus laten we gewoon maar gelijk beginnen met het swatchen. We beginnen met de nude kleuren. En we beginnen met nummer 100. Deze heet Blasé Bluff. Zo ziet deze eruit. Wauw. Hij dekt al echt ontzettend goed. Ja. En de kleur is echt heel erg mooi. En hij is mat. Dus ik vind hem echt super mooi. Dan heb ik hier nummer 110. Raw Sugar. Oeh, die is ook heel mooi. Hij lijkt wat net iets bruiner. Bruiner, wat donkerder inderdaad. Mooi. Wat ik al heel erg fijn vind hieraan is dat je dus, omdat nude kleuren zo moeilijk zijn, is dat je net zo goed kan kiezen welke wat mooier bij je past. Volgende kleur is 120 Rose Excess. En deze is echt veel donkerder. Zo. Wauw. Zo. Het is echt bijna een beetje een berry kleur. Dus inderdaad. Dit is nummer 130 Strapless. Oeh, ik zie dat hij best wel creamy is. Deze lijkt wat minder mat al, vind ik. Ja, deze heeft iets meer een shiny finish. En verder is het een heel mooi, een beetje oud-roze kleurtje. Ja, precies. En dit is nummer 140, Naked City. Hier was ik echt enorm benieuwd naar. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die eruit ziet. Wauw, dat is ook wel echt een nude. Heel mooi kleurtje is dit. Ja. Dan gaan we nu verder met de roze tinten lipstick. Dit is nummer 200, Proven Innocent. Oeh, bam. Wauw. Kom eventjes twee keer. Dit pigment is hele echt mooie daar. Kleur. Maar dan gaan we nu verder naar kleurtje 210, Naughty Nice. En deze is wel echt een stuk feller. Wauw. Wauw, die zo. Kleur. Deze kleur is echt daar. Booming. Deze is echt gewoon Tropical Barbie. Roze, pigment. Pigment, supergoed. Ja. Nummer 220, Shock and All. Wauw. Wow. Dit is een soort van een iets oudere Barbie kleur, maar hij is echt super mooi. Heel mooi. Echt wat dieper roze. Deze soort van, ja, beetje fuchsia-achtig. Ja. De dekking is echt tot nu toe mega goed. Dit is nummer 230, Juiced Up. En deze is wat donkerder, iets meer vampy. Boom. Wauw. Dit is net wat meer cherry-achtig. Ja, het is iets meer... Ja, inderdaad. Cherry is denk ik het juiste woord. Nummer 240. Pret A Party. Deze ziet er iets meer zacht roze uit. Oh ja. Boom. Oeh ja. Deze lijkt ook ietsje... Deze is iets minder mat. Hij heeft een lichte glans. Een lichte glans. Volgens mij heeft hij ook een beetje een blauwig ondertoon. Ja. Echt een beetje warme roze. Heel erg mooi. Inderdaad, een coole ondertoon. Dus dat is waarschijnlijk wel heel erg mooi voor... Ja, dan wat krijg je iets tanden. Ja. En dan hebben we hier nummer 250, Radical Chic. Oeh. Wauw, dus echt iets meer koraalroze. Ja, inderdaad. Ja, iets het is een zachter. Cool. En deze heeft ook een iets meer creamy finish. Dat voelde ik wel bij het aanbrengen. Hij was gewoon iets zachter, iets meer lipbalmachtig. En naar deze ben ik heel erg benieuwd. Nummer 270, Hot and Cold. Ik ben heel erg benieuwd. Wel heel erg leuk. Zou ook wel een knaller zijn. Wauw. Oeh. Die gleed er echt overheen. Ja, het was echt heel erg creamy en romig en... boterachtig eigenlijk. Ja. En ook deze heeft een coole ondertoon, zie je wel. Echt een beetje zo'n hot pink. Gaan we nu verder met de rode en oranje tinten uit deze collectie. Dit is nummer 300, Hot Streak. Ziet er echt uit als een hele mooie rood. Echt zo'n knallende. Daar hou ik wel van. Boom. Oeh, hij heeft ook echt een oranje ondertoon, ja, zie ik. Heel erg mooi. Hou ik echt van. Ik zou zeggen dat deze net niet een klassieke rode kleur is, omdat hij toch een beetje dat oranje ondertoontje heeft. Dus dat is wel heel erg leuk als je gewoon een keer iets anders wilt. Ja, want ik denk dat de klassieke rode deze is. Het is nummer 310 Bar Red. Ik heb gehoord dat dit de favoriet is van Kendall Jenner. Ik ben
benieuwd. Ik hou echt van klassiek rood. Oeh, wauw. Hij is wel een beetje een roze ondertoon eigenlijk. Ja, zeg maar roze, maar dan een coole roze ondertoon. Dit vind ik echt mooi. Heel erg mooi. En mat, een matte finish. We zijn nog lang niet klaar. We gaan nu verder met nummer 320, Burning Love. Zoals je verwacht is deze dan ook al iets donkerder. Aangezien die Burning Love is. Oeh, wauw. Deze heel mooi. Ik weet niet hoe ik hem moet beschrijven. Nummer 330, Wild Poppy. Deze lijkt net wat lichter en wat natuurlijker. Oh ja, wauw. Wauw, die is veel lichter. Oh, wat een mooie kleur. Dit is wel heel erg mooi. Een soort van koraal, maar best wel met een roze ondertoon. Deze is iets meer shimmerig en die glijdt wat zachter. Ja, je voelt deze is waarschijnlijk iets meer sheer. Niet per se mat, maar echt. Echt een mooi kleurtje. Ik ben tot nu toe echt mega enthousiast over elke kleur. Ik ben zelf heel erg fan van oranje tinten. En dit is 340 Hot Rumor. Hier word je waarschijnlijk heel happy van. Echt een knallende oranje kleur. Wow. Zeg maar, het is oranje, maar wel draagbaar. Ja, het is niet zeg maar, dit kan je alleen op Koningsdag op. Oh nee, nee. Het is echt juist in de zomer. In de zomer, ja. Heel erg tropisch. Nummer 360, Flash Chill. Oeh, deze heeft glitters. Deze heeft een shimmertje erin zitten. Ik ben heel benieuwd hoe die kleur overkomt. Oh ja, wauw, je ziet de shimmers ook echt gewoon zacht erin. Hij is echt best wel sheer, maar echt best wel shimmery. In de huls lijken de glitters zeg maar cool, maar volgens mij zijn ze goud. Heel mooi. Met alle glitters erop. En dan nummer 430, Crazy Beautiful. Dit is eigenlijk iets meer een paars tint. Ja. Even kijken. Oh nee. Oh, ja, ik zie dat paarse zie ik er wel in terug inderdaad. Een soort van een beetje een awkward kleurtje, maar dan toch awkward kleurtje. Wel heel erg tof. Hij is licht een beetje pastel, lila, nude combinatie. Ja, het is helemaal van alles in één lipstick gedaan. Ik vind het wel heel erg tof. We hebben nog vier lipsticks gaan. Deze zijn Dark en Vampy. Dit is nummer 410, Love Object. Ik ben echt heel erg benieuwd naar alle lipsticks. Oeh. Oh, oh wauw. Deze heeft een hele mooie rozige ondertoon. Het is een roze-paarsige ondertoon. Dat had ik niet verwacht, want hij ziet er heel donker uit in de huls. En iets lichter op de huid. Ja. En deze is denk ik de donkerste uit de collectie. Dit is nummer 420, Upbeat. Ik ben dus deze heel erg ook benieuwd. Deze zal ook een beetje paars zijn. Ja, hij lijkt bijna zwart, zo donker. Oeh, hij is echt paars. Nummer 450, Orchid Infinity. Oh, deze is ook een stuk lichter dan. En heeft een lichter shimmer. Ja, deze breng ik ook heel erg mooi aan. En dan als laatste, nummer 460, Ripped Raisin. Deze heeft weer een shimmertje erin. Kijk, die is echt veel lichter. Die is helemaal niet zo donker als dat hij lijkt. Deze is ook heel mooi. Nou, we hebben nu alle lipkleuren uit de collectie geswatcht. En zoals je kon zien waren we echt mega enthousiast. En we hopen dat jij ook heel erg enthousiast bent geworden. Want je kan kans maken op de hele collectie. Gewoon alle kleurtjes die we hier nu net hebben geswatcht, die kun jij winnen. Ja, en er zit gewoon zoveel in deze collectie. Die kan je gewoon lekker mixen en matchen. En daarmee bedoel ik dus ook letterlijk mixen en matchen. Want dat is waar deze collectie een beetje om draait. Je kan één kleurtje gewoon opdoen, maar je kan er ook een ander kleurtje bij combineren. En dan kan je daarmee tot een hele leuke make-up look komen. Dus hoe maak jij kans op deze hele collectie van Estée Lauder? Dat doe je door een foto van jouw creatieve lipcreatie te uploaden op Instagram met de hashtag LoveLipRemix en de hashtag EstéLips. Nou, mocht je inspiratie nodig hebben voor jouw creatieve liplook, dan laten we jullie nu drie manieren zien hoe je kan mixen en matchen met deze lipsticks. De ombre lip. Voor deze ombre lip gebruiken we twee kleurtjes. Eentje is wat donkerder dan de andere. Een donkere kleur gaan we aan de buitenkant van de lip aanbrengen en de lichte kleur die komt wat meer in het midden. Het is bij deze lip heel erg belangrijk dat je wel goed blendt. En de reden dat wij een lichtere kleur in het midden doen, is dat onze lip echt meer popt. Nou, dit is onze ombre lip look. Aan de buitenkant draagt Tara 420 Upbeat. En aan de binnenkant 220 Shock and Awe. Larissa draagt aan de buitenkant nummer 450 Orchid Infinity. En aan de binnenkant 310 Bar Red. De duo lip. Voor deze lip look gebruiken wij twee kleuren lipsticks. En zoals je al kunt verwachten gaan we op de ene lip de ene kleur doen, op de andere lip de andere. Bij deze look wel heel erg belangrijk dat de kleuren een beetje bij elkaar liggen, zodat het niet een heel gek
contrast wordt. Maar het wordt dus heel erg subtiel, maar wel opvallend. Dan is dit de Duo Lip Look. Het enige waar je een beetje voor moet uitkijken is dat je niet heel erg je lippen over elkaar gaat wrijven. Want dan gaan natuurlijk de kleuren mengen. Tara draagt onder 130 strapless. En boven draagt ze 430 Crazy Beautiful. Larissa draagt op haar onderste lip 250 Radical Chic. En op haar bovenlip 240 Pret A Party. Mixed Lip. Er zitten al 30 kleuren in deze collectie, maar je kan ook alle kleurtjes weer met elkaar mixen. En daarmee creëer je een hele nieuwe tint. Nou, dit is de look geworden van de Mixed Lips. Tara heeft de kleuren 360 Flash Chill en 330 Wild Poppy met elkaar gemengd. En Larissa heeft nummer 200 Proven Innocent met nummer 100 Blasé Bluff gemengd. We hopen je geïnspireerd te hebben met deze lip looks. En we wensen je heel veel succes als je mee gaat doen aan de winactie. Ik zou het wel zeker doen, want het is echt een super mooie collectie. En je kan dus gewoon alles winnen. Daar kan je echt alle kanten mee op. Laat ons eventjes in de comments weten welke lipkleur jij het mooiste vond uit de collectie. En welke tint jij het meestal draagt. Is dat rood, roze, nude, oranje of juist heel erg donker? Ik ben zelf wel heel erg fan van rode kleuren op mijn lip. Ja, en ik ook wel van rood, maar meer richting oranje en koraal. Vergeet ik zeker niet een duimpje omhoog te doen als je deze video weer leuk vond. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op ons kanaal. En dan zien we jullie heel snel weer terug in de volgende video. Doei!